bieden is het omkeren van de toplaag van de bodem van de moestuin. De kern van deze opvatting is dat het de grond luchtig houdt, zodat er voldoende zuurstof bij de wortels komt. Men werkt resten van compost en kruiden eronder en voegt zo organisch mest toe. De tuin heeft na het werken verzorger uitstraling. Dat zijn toch wel de voordelen van spitten en je tuin onderhouden. Maar is spitten eigenlijk wel heel goed voor je tuin? Vragen zich velen wel af. Ik kan u vertellen, door te spitten zorgt u ervoor dat de zware grond makkelijker te bewerken is. Je raakt ook onkruid kwijt en je kunt meteen bodemverbeteraar of gedroogde koemest op de bodem verwerken. Maar voordat wij eigenlijk compost gaan toedienen aan de moestuin, dienen we eerst alles onkruidvrij te maken. Dat hebben wij niet van tevoren gedaan, dat spitten wij eronder. Zodat het gras en het onkruid die op de toplaag heeft gegroeid, dat die feitelijk weer compost vormt. Tevens gaan we, als we daarbij de tuin hebben gespit en beplant, kunnen we ook nog eventueel paardenmest of koemest, of kunstmatige mest of organische mest op de oppervlakte aanbrengen. Zo zorg je ervoor dat de onkruiden niet sneller kans krijgen en dat je grond direct wordt gevoed. Dat zorgt ervoor dat het nu in november, dat we dit aan het toepassen zijn, dat dat onkruid vergaat en dat bemest wordt. Wat te doen na het spitten. Spitten is niet alleen zwaar, het vergt ook veel tijd. Ook is het handig na het spitten de kluiten los te hakken en intens te gaan harken om de aarde even te krijgen. Kortom, allemaal heel belastend voor je rug. Heeft u thuis ook, of in de moestuin, zware grond die wij ook hebben, dan kun je gebruik maken van de spitvormen of gralinetten. Dat berokt dan tenminste schade aan de bodemstructuur. Als mens gewoon de grond aan het spitten is, waar geen onkruiden groeien, is het heel makkelijk in onderhoud. Dan hoef je al die moeilijke regeltjes niet na te leven. Wel is het belangrijk te weten dat als je onkruiden in je moestuin hebt staan, dat deze regels wel van kracht zijn. Door te spitten zorg je ervoor dat de toplaag onderop wordt gebracht, waardoor onkruiden onderop liggen die composteren omdat ze geen licht, zuurstof en water meer krijgen. Dit vormt weer nieuwe compost. Ja. Kom maar aan, laatste stukje. En het beste moment van spitten is een dag na de nachtvorst. Dat zorgt ervoor dat onkruiden niet meer groeien en bloeien, waardoor de groei eruit is en ze minder snel terug kunnen komen gedurende de winter. Dat betekent dat elke wortel die beschadigd wordt, het is een plant die een kans heeft om het niet te redden die winter. Dat is de reden dat wij zoveel mogelijk spitten in de moestuin, om de voedingsstoffen weer bovenop te krijgen. Zo! Is dat spit weer die tijdje? Even baden komen, even een bak koffie en hapje choppen. Tijd voor de eerste pauze.